dat voor ons? Dat is dit. Dat hoor je niks. Ja. Nee, het is een zangmicrofoon dus. Duidelijk. Ja. Oké. Okay. Nou, als we dat weten. Je moet met de lippen op de microfoon. En dan kunnen we ook iets meer afstand bewaren. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, kan dat zomaar goed? Ja, kan goed. Ja hoor. Ja. Ja. U bent getuige van iets nieuws. Hip staat voor. Dat vertelde we bij Hip staat voor. Goedemiddag. Is naar voren. Kan dat ook? Zo. Twee tellen naar voren. Twee tellen naar voren. Ja. Ja. Ik vind het wel goed. Ik ben Louis Radstaak. Hier zitten Hans Mellendijk en Bert Scheuter. En wij zijn samen HIP, het Instituut voor Praktische Poëzie. Ik lees voor St. Louis Blues. Wij parkeren de Cadillac voor de winkel van de kruidenier. Het interieur was beschilderd met pek. Kennelijk een traditie hier. Een dik winkelmeisje verscheen. Ze keek ons droevig aan. Een vleesgeworden spleen. Behalve aanzichten met luchten van cyaan, verkocht zij ook sepia-kleurige taferelen. Uit levens die zomaar voorbij waren gegaan. Ik pakte er wat van vrolijke intellectuelen. En ook een van een vliegmachine, geland op het zandstrand aan zee. Charles Lindbergh was nergens te zien. Het meisje zong de St. Louis Blues. Wij neurieden zachtjes mee. Van Piet Grijs heeft koude voeten. Er is geen woord voor voeten in het Russisch. Hij gaat daarvoor naar de dokter, een sjamaan, zonder zijn ongemak te benoemen. De dokter draagt een paardenstaart boven een kaal geschoren nek, een camouflagebroek onder een wijdvallend vest van blauwe vlies. De zoon van Hugo Battes krijgt warme, verse koeienmelk. En hoort de sjamaan strofend strot zingend, een schorre luid met twee snaren tokkelend. De sjamaan is onweerstaanbaar, onverstaanbaar. Hij zingt Raoul Tjapkis. Een brandend takje kruiden duidt op een onrustige ziel bij de in Rusland wonende lange Hollander. De zoon van Peter Malenkov vindt genezing. Hij loopt een zeshoekige tent uit op warme voeten, maar kan het nieuws aan niemand vertellen. Er is geen woord voor voeten in het Russisch. De sjamaan opent grinnend zijn geschenk.
Een enorme doos bonbons, het plastic strik en een ondeugende fotoscène uit het Russische Playboy. De zoon van Maaike Helder vervolgt zijn weg door het ruige Altai-gebergte bij Mongolië. De sjamaan eet onzichtbaar, onverstoorbaar, in één keer de hele doos bonbons leeg. Zijn strotsingstrofen klinken daarna mooier dan ooit. Piet Grijs, Hugo Batuus, Raoul Tjapkies, Peter Malenkov, Maaike Helder. Deskundigen zeggen, het lichaam is naïef wanneer het een ziekteverwekker niet herkent door afweerstoffen aan te maken voor de strijd. Hoe zit dat met de kinderlijke ziel? Wat doet die tegen indringers? Kan deze antilichamen aanmaken tegen boze, verdorven geesten? Het lichaam was naïef toen het La Cucaracha zong. Het had nog nooit een kakkerlak gezien. Laat staan een Mexicaan. De griepprik in november is dit jaar gedrenkt in mezcal. De dokter draagt een sombrero boven sterk ingevallen wangen en diepliggende oogkassen. Het lichaam is misschien naïef als het de kakkerlakken niet herkent die massaal willen binnendringen om de zaak voorgoed over te nemen. De ziel ontsnapt op tijd en neuriet kinderlijk. La cucaracha, la cucaracha, ze gooide hem een dode hond na. Cucaracha, la cucaracha. Diafragmeren. Het vol open lens systeem haalt 2.8. Pas op. Sterk licht. Lasogen bij vlindermacro's. En natuurlijk wat chromatische aberratie. Waardoor de vleugel van het vrouwtje van de Heteroptus morpheus, het spiegeltikkopje, licht naar oranje neigt. Terwijl wij weten dat haar lauwgele basis eerder okertonen kent. Maar de sferische aberratie is dan juist mooi. Dankzij de mindere border performance. Zodat haar off-white zwart omzoomde vleugelogen zich als het ware van het okervond losmaken. En ons lijken aan te kijken vanuit de bossage. Zoals een dijkermeisje achterop een Royal North. Ooit in zwart-wit naar Ed van der Elsken keek. Wie zou er dan nog twee stops willen knijpen?
En je gaat omhoog en je valt beneden. Oh jee, yeah. Oh jee. Yeah. En je gaat omhoog en je valt beneden. Oh jee, yeah. Oh ho oh, ho oh, jee. Yeah. En je gaat omhoog en je valt beneden. Geluk. Niet het moment, niet het ogenblik, maar de seconden nadien zijn het die ik delen kan. Als het besef, ook slechts zo'n oogwenk, mij eraan herinnert dat registratie nodig is. Dan ben ik op tijd of net te laat. Zie geankerde voeten aan de aarde. Daar, daar, ver beneden. Mijn grondslag, mijn houvast. De humus die mijn blik bijstaat. Als ik opzie en kijk. Wat daar was, is alweer verdwenen. Laat ons het waanbeeld koesteren. Of Varsseveld Blues. Onder klanken van een nostalgische McCormick Blues, teloorgang muziek. Ik word aangesproken met: hey, ouwe Berini-coureur. Hersengymnastiek. Moet heel ver graven naar mijmeringen met diepere kleur. Brommer cross hectiek. Leren pilotenkap, versterkte voelbare gevoelens. Polaren, kerkplein, romantiek. Brommer, vernoemd naar Charles Lindbergh's Mare. Oceaanvlucht op ritme van de Spirit of St. Louis Blues. Lucht en zeezucht ziek. Geluk, ik bezit geen motorolie klauwen. Geen Castrol door mijn aderen vloeit. Zoals bij maat Benny van den Blauwen, die altijd maar aan motoren knoeit. Ik zou het tot vliegtuig hebben gevouwen, weinig zen in mijn motor onderhouden. Nel Blue, die Pinto, die Blue, Engelen, Lyric, Volare, oh ho. Hoe ongoogelend toen ik las dat Berini staat voor Bernd, Rinus, Nico. Volare,
Ja, dat scheelt er ook. Was zo gepland. Met iets te laat. Hanne Heide, zomer 1965. Fietsend op de maat van de tamboerijn, man over de heelweg, naar de keet waar karabijn, haken worden gevreesd en gesmeed. De reveling is het vakantieleed waar ijzeren staven verspanen, op de maat van snerpende zagen. Spetters krullend spaan, littekenen tot stoer doen op stadblok Sintelbaan. Vrees nog angst in de kom. Centrifugerende krachten maken wijzer onder het helskabaal van ijzer op ijzer. Oerbanken weer barstig in het zand, onder de tegels zichtbaar het strand. Zo mooi als Stones, Beatles en Bach. Snap nu nog veel beter Costello's klacht in This is Hell. My favorite things, wat steeds maar weer opgezet. Ik ween, want jammer genoeg door Judy Andrews en niet door John Coltrane. En ikzelf? Ik kom deze dag wel door.